FC Groningen gaat opnieuw Europa in. Na Feyenoord werd gisteren ook FC Utrecht aan de zegenkar gebonden. En dus heeft FC Groningen de play-offs voor de UEFA Cup gewonnen. De kwalificatie werd na afloop groots gevierd in de afgeladen Euroborg. Logisch, want het behalen van Europees voetbal is voor Groningen een topprestatie, aldus trainer Ron Jans. Als je vorig seizoen eigenlijk een beetje onverwachts Europees voetbal haalt, dan gaan de verwachtingen omhoog. Er worden naar spelers getrokken, Luijering en Buijs zijn vertrokken. En als je dan toch weer met FC Groningen, met een aantal nieuwe spelers, erin slaagt om Europees voetbal te halen, dat is gewoon ons kampioenschap. Dus ik ben gewoon dolblij en hartstikke trots op deze club en de spelersgroep die erin is geslaagd om aan het eind van het seizoen gewoon op zijn best te zijn. Groningen won 7 van de laatste 9 wedstrijden. De uitstekende vorm bleek ook gisteren. Groningen had geen kind aan Utrecht. Binnen een kwartier was het 2-0. Luis Suarez was met 1 goal en een assist de grote man bij Groningen. Ook hij was erg blij met de overwinning. Voor mij is het ongelooflijk. Voor het publiek, voor club FC Groningen. Ja. Het is ongelooflijk. Ik nu hier echt blij. Maar ja, nu een beetje vakantie. Ron Jans wilde nog niet vooruitlopen op het komende Europese avontuur. Het is eerst tijd voor een feest. Dat betekent dat we vanavond met de spelers en begeleiding en de vrouwen dat we een etentje hebben. Dat we morgen het onrustig gaan maken op een positieve manier op de grote markt. En dat we daarvan genieten. En de verwachting voor volgend seizoen, daar spreken we elkaar nog wel later over. De officiële huldiging van de hele selectie van FC Groningen is vanavond op de grote markt om 7:30.